Goedendag allemaal. Super blij vandaag. We hebben weer de eerste Japanse nieuwe oogst yuzu binnen. En gelukkig is er weer visdraadwier uit de Oosterschelde. Toen we 6 jaar geleden begonnen met de eerste verse zeewieren uit de Oosterschelde samen met Jan Kruijsen, was de visdraadwier een van de hardlopers. Door een grote vorstperiode, vorig jaar maart, 1,5 jaar geleden, hebben we het helaas niet meer kunnen aanbieden. Maar met de gedrevenheid en de passie van Jan en Runzies hebben we het weer volop in aanbod. En zonder grote vorst hebben we het tot en met maart. Ooit waren we de eerste Europese importeur van de verse Japanse yuzu. Heel bijzonder voor deze speciale citrusvrucht. En nu zijn we super trots om ze als traditie elk jaar vers in huis te hebben. Door de jaren heen hebben we ook kunnen leren dat niet alleen het vruchtvlees, maar juist ook de schil super belangrijk is. En een kenmerk voor de Japanse yuzu is dat juist veel olie in de schil zit, onvergelijkbaar met welke herkomst dan ook. Dus het aroma en de geur en de smaak is echt super. Juist in de winter is fruit heel erg belangrijk. En als ik dan zo door de loods loop, kom ik echt mooi seizoensfruit tegen. Onder andere de patte de loepappel, wolfsklauw in het Nederlands. Als u hem warm bereidt, behoudt hij zijn smaak. Hij is erg lekker. En daarnaast de kiwis. We hebben natuurlijk groene en gele. Maar we hebben nu ook, kort seizoen, de rode kiwi. En ze hebben allemaal een andere smaak. Dus variatie volop. En het snelst groeiende Europese fruit is de kakifruit. Uit Spanje, een seizoen tot en met januari. De smaak van de Spaanse kaki is echt het allerlekkerst van het hele jaar. Moet u zeker proberen.